Goedemorgen iedereen. Merry Christmas. Vrolijk kerstfeest. Ik vind het echt zo ontzettend leuk dat vandaag eindelijk de dag is aangebroken. Want ik heb er echt al de hele week naar uitgekeken. Ik praat nog een klein beetje zachtjes omdat mijn vriend nog even slaapt. Hij had al een paar dagen gewoon vakantie genomen. Dus voor hem is hij ook gewoon lekker wat later naar bed aan het gaan. Wat later opstaan. Maar ik had wel gezegd, ik kan niet de hele tijd heel stil zijn. Want ik moet nog wat kerstvoorbereidingen doen vandaag. En ik heb gewoon een ritme. Ik ben echt elke ochtend gewoon voor 9 uur wakker. En ik bedacht me net, want ik vind dit trouwens echt een hele leuke look. Mijn rode trui aan, de rode sokken, de kerstboom hierachter. Als je mij op Instastories volgt, heb je misschien wel gezien dat ik had laten weten dat ik echt heel last met het achterkwam. Dat ik mijn gordijnenlampjes kon ophangen bij mijn eetkamer. Dus ik sta nu in de eetkamer. Let niet op deze zooi. Het moet nog opgeruimd worden. Ik heb hier mijn lampjes opgehangen achter deze gordijnen. En dat geeft echt een superleuke look. Dus die ga ik ook gelijk natuurlijk even in stopcontact zetten. Stekker erin. Yay! Kijk dan, dit staat echt heel erg leuk. Ik zal even nog iets meer naar achter gaan. Gezellig. Die lampjes die weerkaatsen op de ruit, die weerkaatsen hier. Dus het ziet er echt super leuk uit. En in de avond geeft het ook best wel veel licht. Super gezellig. Super gezellig. Super gezellig. En super gezellig. Nou, ik heb inmiddels lekker ontbeten. We hadden gewoon van die lekkere partybroodjes met wat dingetjes voor erop. En we hebben ook al wat voorbereidingen gedaan voor eerste kerstdag. Ik doe daar deze keer het voorgerecht. En we hebben ook gelijk wat voorbereidingen gedaan voor tweede kerstdag, want die vieren we dus hier. Dus daar heb ik ook mijn vriend mee geholpen. En ik heb nu eventjes snel opgemaakt, even snel make-upje, nog niet alles is klaar. Want ik heb even met Tara afgesproken in de stad. We wilden graag nog eventjes wat foto's maken, want omdat het dus vandaag eerste kerstdag is, is het waarschijnlijk ook wel redelijk rustig in de stad. En kunnen we gewoon rustig foto's maken zonder dat je echt constant door iedereen wordt aangestaard. Ik meet haar daar ergens en dan gaan we snel even wat fotootjes maken. Laten we nu eerst eventjes lekker naar buiten gaan en een frisse neus halen. Zo, we staan nu in de stad, want we wilden nog heel graag wat fotootjes schieten samen. Dus we vonden hier net achter dit witte gebouw en Larissa wilde hier heel graag een fotootje bij. Dus dat gaan we nu eventjes doen. Voor onze Instagram foto's gebruiken we eigenlijk meestal onze iPhones. Maar deze keer gaan we de vlogcamera gebruiken. Ik had jullie deze laatst in een eerdere weekvlog laten zien. En hiermee kun je ook super mooie foto's maken. En er zit wifi op, dus hierna kunnen we gewoon foto's van deze camera naar de iPhone sturen om dan verder te bewerken. Ja, ze zijn sowieso gelukt. Ik heb de foto iets van boven gemaakt. Want dat vind ik altijd net iets leuker. Dan lijken Larissa's benen wat langer, zeg maar. Dus ik denk dat het wel heel gezellig is. Voor mijn foto wil ik iets meer diepte, denk ik. En een beetje lampjes. De hele stad is wel versierd met mooie lampjes. Dus dat moet wel goed komen. Dus ga ik zoeken. Oké, nou we hebben de foto's gemaakt. Mijn handen worden inmiddels een beetje koud. Maar ik zal ze even laten zien. Oké, wat ik zelf wel leuk vind is die gekleurde lampjes op de achtergrond. Ja, ik denk dat er wel wat tussen zit. Ik vind het wel heel sfeervol zo. Lekker kerstig ja, ook met je jas. Ja, heel leuk. Ja. Het is momenteel wat donkerder aan het worden. Zoals je vast al weet gebeurt dat echt super snel op deze dagen. Hoe laat is het? Echt helemaal nog niet laat. En dan zijn de lampjes dus wel leuker op de foto. En het is fijn dat we dus even niet met de telefoons fotograferen. Want deze zijn echt veel beter wanneer het wat minder licht is. Dus dat is even een voordeel deze keer. Nou, we gaan nu weer naar huis om ons eventjes op te frissen. En dan gaan we daarna ieder met ons vriendje naar Houten rijden. En dan zien we elkaar daar wel weer. En dan gaan we de foto's even editen. Ik heb mij even omgekleed thuis en heel eventjes mijn haar opnieuw gefixt en mijn make-up ook. En ik heb dit aangetrokken. Dit is een sweaterdress. Dat leek me wel comfortabel en ook wel chill met het vele eten dat we straks gaan eten. Met daarbij deze overknee boots. Deze zijn van Jonak en deze is van Guts & Gusto. En dan heb ik hier alle cadeautjes liggen in de tassen en ik moet ook nog wat eten pakken uit de koelkast. En dan is het wel klaar. Het lijkt echt heel erg veel, maar het zit gewoon in grote verpakkingen vooral. Hallo, zie jij jezelf? Ja. We hebben net de cadeautjes neergelegd, dat zijn echt nogal veel. Dus die gaan we straks openmaken. Wat vind je daarvan? Ja. Zo, we zijn aangekomen in Houten bij onze ouders thuis. Er wordt hier al lekker gekookt, iedereen is druk bezig. Er liggen hier allemaal lekkere dingen voor ons, waar we
nog niet aan proberen te zitten. Want anders krijg ik het eten straks niet op. Maar ja, ik denk dat het tijd is om eventjes die foto's te gaan bewerken. Want ik heb het nog niet op mijn telefoon staan. Nou, we gaan nu de foto's die op deze camera staan overzetten op onze telefoon. En dat doe je als volgt. Je klikt gewoon hier op dit knopje aan de zijkant. Dat is de wifi knop. En dan vraagt hij iPhone. Dan zeg ik ja. En dan ga ik op mijn telefoon naar het netwerk van de camera. En dan gebruik ik de Camera Connect app. Zo. En via deze app kan je de camera met je iPhone connecten. En als je de camera met je telefoon hebt geconnect, ga je naar Images on Camera. En daar kan je alles zien wat je met de camera hebt gefilmd en gefotografeerd, wat er allemaal op staat. Dus dan gaan we gewoon heel makkelijk de foto's uitkiezen. En dan sla je die op je telefoon. En dat is het. Nou, dat was even het enige momentje dat we op onze telefoon hebben gezeten. Nu gaan we gewoon gezellig genieten van de familie. Het lekkere eten en nog meer gezelligheid. Oh, en cadeautjes uitpakken. Ja. Zin in! Hallo. Fijne kerst. Ja, staat niet zo mooi nou zeker, hè? Jawel, juist wel. Ja? We gaan vanavond lekker kalkoen eten en nog allemaal andere dingetjes die mijn moeder heeft voorbereid. Stoofbeertjes geloof ik. Ja, die zijn al klaar. Appelmoes. Cranberrysaus hoort erbij. Aardappelpuree. Van alles. Van alles. Denise hebben ook een pakketje ontvangen, dus die gaan we ook uitpakken. En ik ben heel erg benieuwd wat ze heeft opgestuurd. Echt extreem lief. Allereerst een kaart. Hoi lieve Rita, Serena, Larissa en Tara. Zoals in de kerstkaarten beschreven, wat een bijzonder jaar voor jullie. De geboorte van Marshall, verdrietige nieuws van Sil, prachtige vakanties en veel nieuwe leuke content op jullie social media. Dit jaar zagen we ook vaak één dier in jullie video's langskomen. De alpaca. Hier moest ik natuurlijk gebruik van maken. Ik hoop op nog een mooi jaar met online vriendschap, met veel geluk, liefde, gezondheid en leuke dingen. Ik hoop dat het pakket leuk is en ik wens jullie een prachtige kerst en een geweldig 2019. Super lief. Oh, leuk. Nou, oh, dat vind ik echt heel lief. Nou, chocolaatjes. Lekker. Ik zie hier alles voor Marshall. Oh, kijk. Oh, met een alpaca. Die is heel leuk. Dit is echt heel schattig. Ik denk dat ze alles met alpaca's heeft gedaan. Kijk. Hoe leuk. Deze is heel erg cool. Oh, die is echt heel cute. Oh, het gouden randje is ook zo mooi. Wat zou dit zijn? Oh, dat is dat ding. Denk al. Ik denk, dat zit een hondje in. Oh mijn god. Oh, stop it. Oh, hey. Oh mijn god. Oh, wat lekker. Dit zijn super chille chillbroeken in blauw en roze van fluweel. Die zijn echt heel lekker. Heel lekker zacht. Hou eens op. Wie wil de blauw, wie wil de roze?
Ik wil blauw. Mag dat? Mag ik roze? Ik weet niet welke kleur ik wil. Ik denk... Wil je blauw of roze? Welke kleur wil jij, mam? Blauw of roze? Oh, maakt mij niet uit. Zeg jij maar. Ik ga ook wel voor blauw. Oké, dan heb ik roze. Ja, lekker zacht. Oh, dat is echt heel leuk. Heel erg lief. Dankjewel. Ook namens Marshall, dankjewel Denise. En namens mij. En namens mama. Zo, we hebben net de cadeautjes uitgepakt. En het is inmiddels echt al 9:30. We doen altijd lekker rustig aan en gezellig. En we hebben het lekker het eten kunnen laten zakken. Doordat we dus gewoon de cadeautjes hebben uitgepakt. Dus nu is het tijd voor het eten van het dessert. En dat heeft Serena verzorgd. En het ziet er echt super lekker uit. Een hele grote trifle met vruchten, citrusvruchten en dat soort dingetjes. Dus oh, Rama wilt naar binnen. Het is veel te koud voor hem. Ga dan. En ik heb trouwens echt super leuke cadeautjes gehad. Ik ben echt enorm verwend. Laat me eventjes in de comments weten of jullie graag een kerstcadeautjes haul zouden willen zien. We kunnen dat misschien hierna nog even opnemen en online zetten als jullie daar geïnteresseerd in zijn. Dus laat me even weten of je dat zou willen zien. Nou, het is inmiddels 1:50. Dus het is wel echt heel erg tijd om naar huis te gaan. Ik vond het echt super gezellig. We hebben echt veel spelletjes gespeeld. Hebben ook nog uiteindelijk gewonnen met ons vrouwenteam. Dus het was gewoon een hele geslaagde kerst. Maar ik had ook niets anders verwacht. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om met ons mee te kijken op de eerste kerstdag. En ik hoop dat jullie ook een hele leuke kerst hebben gehad. Laat eventjes weten wat jullie allemaal hebben gedaan in de reacties hieronder. En geef deze video een duimpje omhoog als je de video weer leuk vond. Hartstikke bedankt voor het kijken. En tot in de volgende video. Doei! Doei.